Goedemorgen allemaal. Het is weer tijd voor een vlog. Ik zal je eerst eens even laten zien wat ik aan heb. Gewoon beige schoentjes, een legging, hoe noem je dat? Een panty, Marloes. En een rokje. Ik doe wel eens met vriendinnen dat we zeg maar bij elkaar in de kast kijken wat we niet meer aan hebben. En deze had vriendinnetje Annelies over en ik vind hem echt heel erg leuk. Dus rokje gelijk aan. Een shirtje en een blazertje en daarbij kan je het zien. Ja, een ketting. Ik heb vandaag eigenlijk een gemiddelde dag voor mij doen. Ik ga straks eerst even naar vriendinnetje Ati. Even gezellig doen. En daarna ga ik aan het werk op sportreed. Eerst eventjes wat editwerk, dus wat artikelen doen. En daarna cliënten en tenslotte lesgeven. Ik neem je mee met mijn dag. Eerst ontbijtje maken, want ik moet altijd eerst eten als ik wakker word. Oké, tijd voor ontbijt. Natuurlijk met ontbijtnieuws en Jan de Hoop. Dat weten jullie al ondertussen. Ik zal even snel zien wat ik gemaakt heb. We hebben een kopje thee en mijn vaste multivitaminepil. En ik heb een kwark gemaakt. Ik denk ongeveer 300 gram of zo. Met druiven daarin, kaneel en ik denk ongeveer 25 gram zonnebloempitten. Ik ga lekker ontbijten. En daarna ga ik naar Ati. Ik zal even kijken of ik daar ga filmen. Dat weet ik niet zeker. Even kijken of ze dat goed vindt. En anders dan zien jullie me als ik op sportreed ben. Zo, ik ben gezellig bij Ati. Hoi Ati. Hoi. Hallo. En Ati heeft ook een kleine. We gaan eens even kijken. Sven. Hallo. Zeg eens hallo. Je YouTube debuut, jongen. Kom eens. Kom eens hier. Ja. Kom maar. Sven zijn YouTube debuut. Kijk jongens hoe prachtige blauwe ogen deze kerel heeft. Echt. Oh, hallo, 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 hallo. Kom maar, hi YouTube. Ik ga gezellig lunchen bij Ati en bij kleine Sven. En gewoon lekker bijkletsen. We gaan waarschijnlijk lekker havermoutpannenkoekjes maken. Hè? Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Ja, super lekker. Dus die laat ik jullie zo meteen nog wel even zien. En Sven is helemaal onder indruk van de YouTube-wereld, hè? Yep. Tijd om de pannenkoekjes te gaan maken. We hebben gewoon een gewone recept. Wat we doen is 150 gram havermout, 300 milliliter melk. We gebruiken gewone melk, maar je kunt ook sojamelk gebruiken. En 2 eieren. Dat gaan we mixen, alles door elkaar en bakken in de koekenpan. En dan hebben we heerlijke havermoutkoekjes of pannenkoekjes. Oké, havermoutpannenkoeken dus. Zo, het is etenstijd. Voor de kleine man. Eerst jij eten. Ja, lekker hè. Eerst de baby eten en dan wij. Dat is een goede volgorde. Wat hebben wij op het brood? Kijk, hij speelt alles zo onder de appelstroop. Lekker hè? Ja, lekker. Appelstroop en boter. Jam. Heerlijk. Dat bedenk ik me nu ik Sven aan het eten geven ben. Ja, jammer hè. Jammer. Dat het heel goed is om je boterhammen in kleine stukjes te snijden. Dat deden we vroeger eigenlijk altijd dat we klein waren. Maar je raakte gewoon veel sneller vol van. Oh, daar gaat mijn bord. Dan merk je als je je boterham zeg maar dubbel vouwt en echt in een paar happen opeet. Oh, ik ben echt zo'n slechte verzorger. Wat vind je daar nou van? Ja, je zit helemaal onder de appelstroop. En de tafel ook. Maar dan heb je gewoon veel minder, minder snel weer trek als je het in kleine stukjes snijdt. Dus dat is mijn tip voor jullie. Boterhammen in kleine stukjes snijden. Dan eet je langzamer en dan heb je veel minder snel weer trek. En daar zijn ze dan, de havermoutpannenkoeken. Wij gaan lekker eten. Ik denk dat ik eentje met pindakaas ga doen, sowieso. Eentje met kaas en volgens mij hebben we dan gewoon halve en ik denk met vleeswaren of zo. Dus lekker eten, jam. Ik kom dus net op sporttreed en ik heb jullie natuurlijk al laten zien wat ik aan heb. En ik kom op sporttreed en ik zie Annelies en kijk. Oh, we matchen vandaag. Echt te stom, gewoon allebei hetzelfde vestje aan. Maar goed, dit is Optima Vita werk tenue. Oh, ik word heel blurry. Hallo, focus. Ja, hallo. Optima Vita werk tenue vandaag. Dus we zien er gewoon hetzelfde uit. Verder, ik ga dus nu artikelen typen. We hebben een drietal cliënten. 1 nieuwe, daar ben ik altijd een uur mee bezig. En 2 vervolggesprekken. En die vervolggesprekken, ik zag net al een meneer lopen. En die had ik pas om 4:30 middag ingepland. Maar die wilde liever even eerder. Dus nou, ik ben heel flexibel vandaag.
vandaag ontzettend aan het schuiven. Maar goed, dat kan ook als je voor jezelf werkt. Dus dat vind ik heel fijn. Dus nu ga ik lekker even aan artikelen bezig. Alvast een video editen die ik laatst gemaakt heb en online zetten. En dan hebben we straks dus een nieuwe cliënt. Dat ga ik natuurlijk weer niet filmen. Ik ga vanavond een salade eten. Dat zal ik je straks even laten zien. En daarna dus lesgeven. Ik eet altijd ongeveer 2 uur voor het lesgeven, probeer ik. Maar vandaag wordt dat ongeveer 1,5 uur voor het lesgeven. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, omdat ik bodypump heb. Met bodypump hoef ik niet te springen. Dus dan heb ik minder last van mijn darmen, van mijn maag. Dus ik eet nu 1,5 uur van tevoren. Maar ik ga lekker aan het werk, artikelen typen. Zo, tijd om te eten. Ik heb een salade met kip en sla. En zongedroogde tomaatjes vind ik altijd heerlijk. Er zit ook wat aardappel doorheen. Dus echt een maaltijdsalade. En daarna ga ik lesgeven. Ik krijg altijd heel veel vragen van, kun je je Zumba een keertje opnemen? Of kun je je bodypump een keertje opnemen? Nou, dan zit ik eigenlijk met 2 problemen. Ten eerste dat de muziek die je hoort op de achtergrond eigenlijk niet mag. En zeker niet hele nummers. En ten tweede dat ik eigenlijk geen mensen in mijn les natuurlijk op camera wil hebben. Want dat vindt iedereen even prettig. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik ga gewoon hele korte stukjes van een aantal nummers laten zien. Zodat jullie toch een klein beetje weten wat ik doe. Ik hoop dat het dan met de privacyrechten en zo van de muziek wel oké is. Maar ik geloof dat je wel een paar seconden een liedje mag draaien. Dus dat moet helemaal goed komen. Dus dat zien jullie hierna. Na het lesgeven ga ik nog lekker even in de sauna. Dat doe ik altijd samen met de vriendin Rashida. Die hebben jullie ook al eerder zien voorbij komen. En daarna ga ik naar huis. En dan zie ik jullie thuis nog wel even.
Oké, jongens, nou dat ging even anders dan verwacht. Ik moest in één keer ook nog spinning geven. Dus ik heb eerst bodypump, toen Zumba en toen spinning. I'm tired. Maar diehard Rashida achter de camera heeft met me meegedaan. Dus top voor dat. We hebben dus niet meer in de sauna gezeten. Ik ga nu snel naar huis, nog even douchen. Ik ga waarschijnlijk nog even wat kwark eten met een sinaasappel erin. Oh, dat ben ik nog vergeten te zeggen. Tussendoor 's middags heb ik een handje nootjes gehad en een rijstwafel met een beetje chocolade eroverheen, die we laatst hadden gereviewd. Wat ga ik verder doen? Ik ga nog even mijn tas inpakken, want ik ga het hele weekend naar een vriendinnetje, naar Marloes in Antwerpen. Ik heet ook Marloes, ik noem niet mezelf in de derde vorm. En dan ga ik heerlijk slapen, want ik ben nu echt wel heel erg moe. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Geef een duimpje omhoog als je dat vond. Je kunt me altijd volgen op YouTube, subscriben. Dat kan hierna in de endcard. En op Facebook, facebook.com/OptimaVita. En op Instagram, @OptimaVita. Ik zie je heel graag in de volgende video. Doei doei!